Vandaag hebben we 5 nieuwe collega's hier in het parlement welkom geheten. En u heeft daar hen de eed of de belofte af laten leggen. Zoals wij dat allemaal, alle 150 doen. En een heel belangrijk onderdeel daarvan, van die eed, is ik zweer, beloof trouw aan de koning, aan het statuut van het koninkrijk en aan de grondwet. Ik zweer, beloof dat ik de plichten van mijn ambt opgelegd getrouw zal vervullen. Een van die plichten is dat we, hoe moeilijk het ook is, proberen met elkaar samen te werken. Is dat we proberen om de inhoudelijke verschillen waarvan we allang weten dat ze bestaan, daar proberen doorheen te breken. En ik vind het ook bijna democratisch onverteerbaar dat die poging niet is gedaan. Dat er niet inhoudelijk is onderhandeld. Of dat nou met de collega's van de ChristenUnie is, of met de combinatie van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. De traditie waar wij in staan is een traditie waarin we proberen verschillen te overbruggen. En dat wordt nu niet gedaan. En ik vind dat echt een gemiste kans. Want wat laten wij nou zien aan Nederland? In de coronacrisis vroegen wij van mensen in de zorg om extra diensten te draaien. Zet de schouders eronder. Werk samen. Het is even nodig. We vragen van al die helden in de frontlinie om een stapje extra te doen. En wat doen wij als er van ons wordt gevraagd om een stapje extra te doen? Er wordt ruzie gemaakt. En ik vind het echt volstrekt onnodig. 300.000 woningen komen tekort in Nederland. De afgelopen 6 maanden, niks aan gedaan. 40.000 mensen in Nederland zijn dakloos of thuisloos. De oplossing is geen stap dichterbij gekomen. 1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wat hebben we met elkaar proberen tot overeenstemming te komen om die kinderen te helpen? We lopen jaar na jaar achter op de doelstellingen om klimaatverandering aan te pakken. Niks aan gebeurd. En er wachten 100.000 mensen op dit moment op een plek in de geestelijke gezondheidszorg. Politiek is geen spel. En te vaak wordt het wel zo beschouwd. Gaan we uren praten over de speech van mevrouw Kaag. Over wat ze wel gezegd ze hebben of niet gezegd ze hebben. Wat het zou betekenen voor de relatie met Mark Rutte. Who cares? We hebben de dure plicht om met elkaar te komen tot samenwerking. En het feit dat dat niet gebeurt, vind ik echt een schande. En daarmee richt ik me ook tot de partijen die denken, en dat is waarom ik ook wel geïrriteerd reageerde toen Mark Rutte zojuist het woord hier voerde. Hij zegt, er zijn 6 partijen die moeten met elkaar spreken en verantwoordelijkheid nemen. En die probeert dan te zeggen, ja, dan maar vanuit een minderheidskabinet. Als wij nu eng zijn om mee te praten, dan zijn we dat ook als we straks in de oppositie zitten. En dat gaan we met verve doen. Maar als er ook maar 1 seconde de indruk is dat we een minderheidskabinet zouden gaan gedogen, vergeet het. Voorstellen die komen en die goed zijn, die zullen we steunen. Dat is altijd onze lijn geweest. Maar voorstellen die niet goed zijn, denk niet dat we een hand zullen uitsteken om daar nog mee verder te komen, die stemmen we weg. En ik vind het zonde dat dit de weg is waarop we nu worden gebracht. Het is onnodig. Met een beetje politieke moed hadden we met elkaar kunnen onderhandelen over een meerderheidskabinet. En dat is niet gemakkelijk. Want dan heb je aan je VVD-achterban uit te leggen dat je toch met die enge mensen van GroenLinks gaat onderhandelen. Heb ik aan mijn achterban uit te leggen dat we toch met die verschrikkelijke man van Mark Rutte gaan zitten. Maar ik durf dat aan. Omdat Nederland het verdient dat politici samenwerken en iets voor elkaar boksen. In plaats van ruzie met elkaar maken en speeches recenseren.